Hoi, het is je boy QC en we zijn hier weer met een nieuwe video. Iedereen weet hoe vervelend het is om een boete te krijgen, vooral als je een autobestuurder bent. En wat is er nog vervelender dan een boete krijgen van de politie? Dat is als je ook nog eens gefilmd wordt. Dat zorgt dus voor de mooiste reacties. Dus we zijn hier weer met wegmisbruikers. Jongens, ik heb er hartstikke veel zin in. Ik weet dat jullie er ook zin in hebben. Dit is denk ik een van jullie favoriete series. Dus we gaan kijken wat er weer allemaal gaat gebeuren. Dus ik heb er zin in. Laat het jullie heel snel hebben geabonneerd voor de mensen die het nog niet hebben gedaan. Zal het op prijs stellen. Dank u zeer. Terug naar Utrecht. David en Jan spotten een auto waarvan de bestuurder de snelheidsregels volledig aan zijn laars laat. Ja, die wordt gepakt. Van de rijbewijs. Ja. Dan weet je ook de regels, hè? Ja, wat is het? Weet je hoe hard je rijdt over de markt? Maar dat is zo bij de hand de kutopmerking. Zeg maar van ja, je hebt rijbewijs, dan weet je ook de regels. Ja, dat weet iedereen. Maar de vraag is, hou je eraan? Sommigen maken kleine overtredingen. Maar dan heb je ook mensen die zelfs een gevaar zijn voor andere mensen. Het begint lekker bij de hand. 50. Ja, ik krijg 5. Oh. Hij lacht wel. Ja. Dat was geen 50. Hij reed veel harder, maar we konden het niet constateren. Dat is je geluk. Oh. Maar je moet je gewoon aan de snelheid houden. Oh, sorry, hè. En ja, hier, oh, heb je wel geluk gehad. Ook op de dreef is ook 50. Maar je vindt een stoere rijstijl. Maar gewoon van de regels houden. Ook s'nachts. Ja, dat is 2 uur in de nacht. Heb je iets wat beter te doen. Ja. Ik was echt benieuwd van, joh, wat gaat zijn antwoord zijn? Weet je, die agent die komt daar, die zegt van, ja, we hebben je gezien dat je te snel reed. Alleen, we konden het niet mee, je hebt geluk gehad. Alles erop en eraan, maar hey, nacht of niet, probeer gewoon de bal te rijden. Einstein zegt meneer, hey, luister dan, het is 2 uur s'nachts, hebben we niet wat beters te doen, zeg maar. Ja, verkeersovertredingen, zeg maar, ze is niet tijdsgebonden, toch? Goed. Huisbrekers, mensen die stelen ga je niet aanhouden, ga je ons hier aanhouden. Wat slaat dat op, meneer? Nou, je kan even gewoon normaal doen. Het slaat helemaal nergens op. Ik vind doe gewoon mijn werk, hij is niet gewoon even normaal doen. Oh, al mijn mokro's. Wat zei die andere guy? Daar ben ik benieuwd naar. Ik ga proberen of ik het kan verstaan. Ik doe gewoon mijn werk, dus je moet gewoon even normaal doen. Dat kon ik niet verstaan. Of hij praat gewoon Nederlands en ik versta het natuurlijk niet. Dat kan ook. Maar goed, de discussie. Racistisch? Ja. Moet je even door, want dan ga je mee naar de bron. Hij is racist. Wat ga je me aanhouden? Nou, als jij me gaat beledigen als racist, dan ga je gewoon mee naar de bron. Oh jee. Ik beledig u niet. Ik zeg gewoon, ik vind het racistisch. Ja, precies. Ja, mooi. Ik beledig u niet. Hij zegt toch wel u? Dat is gewoon racistisch. In principe, ja, dat valt wel onder een belediging, toch? Stel je voor, je noemt iemand een racist die niet racistisch is. Wat we ook, zeg maar, vaker zien met handhaving en wegmisbruikers. Natuurlijk zitten er rotte appels tussen. Maar uit dit gesprekje, zeg maar, hier, kunnen we nog niet uitleiden dat deze man racistisch is. Dat kunnen wij eens aanhouden voor te snel rijden, zeg maar. We kunnen het niet helemaal daaruit leiden wat dat met racisme heeft te maken. Zou die agent hem zomaar aanhouden? Gaat hij hem etnisch profileren? Alles erop en eraan? We weten allemaal hoe dat gaat. Oké, dan is het de juiste uitspraak. Maar kom op, je rijdt te snel. Hè? Het heeft niet per se iets met racisme te maken. Wat Geert Wilds allemaal zegt? Maar niet beledigend. Ik mag wel zeker en ik mag niet dit zeggen. Maar niet beledigend naar mij. Ik vind het racistisch. Jij vindt het racistisch. Dat is mijn mening. Ja. Wat heeft Geert Wilders met heel deze situatie te maken? Ik ben zelf nu ineens van, joh. Nee, toch? Ja, Wilders, hij wordt gewoon ineens erbij betrokken. Voor een snelheidsovertreding. Dat is lijp. Hij heeft ergens wel een punt. Zeg maar, Wilders mag ook heel veel zeggen. Dat moet dan ook altijd onder mening vallen. Dus hè, hij heeft ergens wel een punt. Maar zeg maar, de aanleiding, ja. We kunnen het niet echt laten duiden op racisme, toch? Maar je moet niet beledigend worden. Je moet mij niet bedreigen. Bedreigen? Ik ga je zo aanhouden. Ja. Dat is een als jij beledigend wordt, oh, ga je. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik beledig je lekker niet. Nee, dat moet je ook vooral niet gaan doen. Ja, ik haal gewoon bloed onder de nacht, dan zonder dat ik je beledig. Dat kan toch ook? Ja, alles kan. Ja, daarom. Alles kan. Ja, alles kan. Thee kan, koffie kan, je hebt zelfs mayonaise kan als je het ja? Wat? Wat? Waar gaat heel dit gesprek naartoe? Wacht even, rewind, oké. Het eerste stuk hebben we al geanalyseerd, jongens. Het eerste stuk is geanalyseerd, ja. Oké, dat hebben we. Het is zeg maar altijd een hele bijdehand opmerking om te zeggen van ja, alles kan, melk kan, koffie kan, thee kan. Deze man zegt, mayonaise kan. Ik heb nog nooit gehoord van mayonaise kan. Mayonaise zit toch meestal in een tube of in een pot. Dat is, nog eentje. Ja, ik beledig je lekker niet.
Nee, dat moet je ook vooral niet gaan doen. Ja, ik haal gewoon het bloed onder hun achterban zonder dat ik je beledig. Dat kan toch ook? Ja, alles kan. Ja, daarom. Alles kan. Ja, alles kan. Thee kan, koffie kan, je hebt zelfs mayonaise kan. Je hebt zelfs mayonaise kan, zegt die. Oh, wat een gozer. Wat een gozer. Oh, waar vinden ze dit soort mensen altijd, man? Hè? Wat ze? Zeg, ik ben wel heel erg positief. Wat? Meneer? Ja, zoals ik het zeg. Ja, wat ze? Oh? Ik vind het helemaal nergens op slaan waar je slaat een beetje op. Nee, dat heb ik je net toch uitgelegd over je sportieve rijstijl. Daar heb ik het over. Ja. En je hebt geluk dat we je gewoon niet konden klokken. Ja, anders had je gewoon een bekeuring gehad voor snelheid. Bekeuring gehad, maar ja, dan had je bekeuring gehad. Alles is vals, meneer. Kom op nou. Wat zeg je? Alles is vals. Alles is vals. Oh jongen, dit is wel klaar mee. Dit is wat een gesprek. En je hebt geluk dat we je gewoon niet konden klokken. Anders had je gewoon een bekeuring gehad voor snelheid. Bekeuring gehad, maar ja, dan had je bekeuring gehad. Alles is vals, meneer. Kom op alles nou. Alles is vals. Dat is vals. Als komt dit eens voor in het woordenboek, hoor. Nee? Moet je zijn woordenboek eens lezen? Ja. En jij hebt wel een wat een gesprek. Hoeveel is die boete? Ik vraag, heb je voor mij een kentekenbewijs? Man, hij stelt een vraag op een vraag. Volgens mij heeft hij heel die kentekenbewijs niet. Hallo. Er wordt naarste gezocht, maar nee. Geen kentekenbewijs. Oh jee. Ik heb geen kentekenrijbewijs. Nou, dan krijg je daar bekeuring voor. Ja? Oh. Ja. Oké dan. En je remlicht? Ga je betalen of niet? Dat is dus het ding, hè. Als je wordt aangehouden en je gaat zeg maar al een discussie met ze aan of het uitzicht bijna tot een ruzie en je hebt geen kenteken of ID bij je, kan je beter gewoon altijd een beetje tranquilo doen. Als je dan een beetje een meewerkende agent hebt, die misschien een hele goede ochtend heeft gehad met zijn vrouw, hè, dan heb je nog zeg maar de kans dat ze zeggen van oké, jij krijgt een boete voor snelheid, maar die kentekenbewijs zorgt dat je hem de volgende keer op zak hebt, je rijbewijs zorgt dat je hem de volgende keer op zak hebt, maar daar gaan we nu geen boete voor uitschrijven. Bro, deze man, hij heeft deze man zo geïrriteerd. Deze Jan of... hoe heet die andere ook alweer? In ieder geval Jan of die andere. Hij heeft hem zo geïrriteerd, deze man hier. Dat hij denkt van... Bro, ik ga jou nu pakken met elke boete. Met elke boete. Jouw linker achterlicht doet er niet boete. Ja, zo gaat dat, man. Zo gaat dat spelletje. Nou kan je even gaan luisteren, man. Anders gaan we naar het bureau. Duidelijk? Hoe doe je? Geef mij boete. Ik zeg geld. Is duidelijk of niet? Ik vraag gewoon een normale vraag. Mag ik cash betalen? Dat weet je dat het niet kan. Nee, dat kan niet. Heel simpel. En je remlicht blijft ook hangen. Maar ik heb zo'n gevoel dat hij nog weg meegaat. Je remlicht blijft hangen. Kijk, dit bedoel ik. Zeg maar, hij kan hem hier gewoon nog een boete voor geven. En als hij echt een klootzak is, dan gaat hij hem daar ook nog voor geven. Gewoon omdat hij hem, zeg maar, onder zijn nagels zit. Waar ligt hem? Waar remlicht blijft hangen? Hij is gemaakt. Hij is gemaakt, ja? Hij hoeft niet die aansmeren hier te doen. Hoeft niet die aansmeren. Besef even dat deze guy gewoon ten eerste naar buiten gaat. Oké, remlicht. Hij slaat erop. Hij is gemaakt. Hij is gemaakt. Ja, hoeft niet die aansmeren hier te doen. Niet aansmeren. Met jouw remlicht doet niet. Waar zie je remlicht? Blijft hangen. Net zag je niks. Nu is remlicht. Ga met bamproef nu gelijk ook kijken. Geef me gelijk 3 boetes uit. Het brutaaltje krijgt een boete voor het niet bij zich hebben van zijn kentekenbewijs. Zijn gegevens worden gecheckt. Ik ben niet bang, weet je dat weet. Ik ben niet bang. Dat weet jij wel, dat ik niet bang ben, dat weet jij. Oh jee. Ik heb nog steeds het gevoel dat hij meegenomen gaat worden. Hij geeft op eens. Adres. Waar moet je me aan mij zitten? Gewoon niet aan mij zitten, weet je. Dat zegt hij allemaal. Zo terug gaan lopen vind je ook niet fijn, zie je? Zag je je beweging? Zag je dat? Ja, ik ontwoord dus dat... Achter staat er ongetwijfeld in. Oh, wat is dit voor een gesprek? Zo om achter gek zitten. Ik snap er niks meer van. Hé, wat is de verklaring voor dat je geen kentekenwijs bij? Oh, nu ben ik... Wacht. Er zijn al zoveel onnozele dingen gezegd. Ik ben nu echt benieuwd wat zijn antwoord gaat zijn. Wat gaat zijn verklaring zijn? Zou ik het kunnen bedenken? Nee bro, dit is zo random, ik kan het denk ik niet eens raden. Oké, laten we gewoon afspelen. Ik heb net een... Ik heb net een date, toch? Ja. Je hebt een date? Nee, ik was bij mijn vriendin thuis, weet je. Heb ik vergeten daar, weet je. Vergeten. Wat is dat voor reden, zeg maar? Wat heeft dat te maken met zijn boete, zeg maar? Hij slaat nergens op. Hij vraagt nog van, hey, ik was net op date, toch? Ik vind je blik wel schattig.
Serieus, ik vind je blik echt schattig. Ja, zeg deze bal. Wel. Keuring thuis. Hey. Leuker zes. Hey. Hey, wel thuis. Hey. Hey, rustig aan. Ah, hij zoekt het nog, hij zoekt het nog, man. Die wou die toch stiekem meegenomen worden, ik weet het niet. Dick en Patrick hebben een melding gekregen van een Chevrolet-bestuurder die stomdronken achter het stuur zou zitten. Oh. Wij rijden nu dat is niet achter hem, proberen om dichterbij te komen, over. Kijk hem gaan, joh, kijk hem gaan. Dat is nog gekker dan dronken. Wat is hij aan het doen? Ja, hij gaat linksaf de Oudhuizerweg op. Door het rood heen, rijdt hij linksaf bij Wilnisdorp. Hij staat bijna stil. Slingert inderdaad vreselijk over. Deze bestuurder lijkt straalbezopen en zou eerder al enkele aanrijdingen hebben veroorzaakt. Ik zie nog niet veel beelden, maar het lijkt er wel op. Oh mijn god, bijna op die auto. Hij is wel echt weg. Je gaat niet stoppen, denk ik. Nee, die kans heb je te dik in. Maar dan stopt de man toch langs de kant van de weg. Oh, hij stopt toch. Ik dacht dat hij weg zou rijden. Je mag even stoppen en uitstappen. Uitstappen. Hij is een lul. Laat me even staan hier. Oh, ja, die is echt wel dus dat. Dick ontfermt zich over de autosleutels, terwijl de collega's al zijn toegesneld. Ik heb zijn autosleutels, hè? De man wordt gefouilleerd. Heeft hij iets scherps bij zich, of niet? Maat. Helemaal niks, mag ik even... Maar is hij echt ladder en ladder zat? Voertuig staande, 91 staat erbij. Meneer is rondom dronken, wordt aangehouden over. Oh, de bestuurder wordt afgevoerd naar het politiebureau in Maarsen, waar hij een blaastest moet afleggen. Hey, ga je mee naar binnen? Benieuwd. Ga even blazen. Goed. Maar jij moet blazen. 1, 2. Ik hoef niet te blazen. Oké, fuck off met het ding. Oh, hij ziet nu de camera. Niet berot op, dus ik kan het niet ding. Wat zijn dit voor medicijnen? Ah, bro. Die man komt gelijk boos binnen. Die agenten konden er nog om lachen. Dan stop ik hem in je strot. Zo, dat is een bedreiging. Dus ik kan het niet ding. Wat zijn dit voor medicijnen? Dat zijn Viagra, die neuken alle wijven mee. Oké. Ga je me er ook op tegenhouden? Ik heb 10 pakken in mijn zak. Ik ga je er niet op tegenhouden. Wat voor medicijnen het zijn. Het maakt me geen moer uit. Ik heb 10 pakjes gevonden. Oké, luister. Okay. Ik doe ze weer in. Boah, ik zeg eerlijk, hij is wel... Ik zeg jullie eerlijk, misschien komt door de drank, maar deze man is wel ultieme vorm van savage. Hij komt binnen, hij gooit een dreiging, hij dist een agent. En nu laat hij ook wel even weten van het boeit mij niks. Waarschijnlijk komt het door de drank. Jij weet. Ja, ik heb ze niet nodig. Maak me geen moer aan. Maar jij hebt ze wel nodig dus. Als ik 3 vrouwen, 4 vrouwen per dag neuk, ja. Oké. Hey, luister. Dat klinkt een beetje als grootspraak. Maar laten we ook niet vergeten wat hij zegt. Hè? Hij zegt, ja, ik heb het niet nodig. Dus ja, dat is ook weer een indirecte disser. Maar goed, laten we verder gaan. Voordat we hele verhalen gaan doen, je bent aangehouden voor het... Ja, daar was ik al achter. Voor verdenking van... Ik geef wel gouden antwoordjes, hè. Ja, je bent aangehouden. Ja, dat merkte ik al. Ja, voor rijden onder invloed, ja. Weet ik. Voor verdenking van het rijden onder invloed. Ja, dat ben ik ook. Nou, hartstikke mooi. Je hoeft geen antwoord te geven op de vragen die wij stellen. Maar waarom moet ik wel toestemming geven voor die pannenkoek dan? Ja, maar dat heb je net al. Hij is de hulpofficier van justitie deze meneer. Ja, maar hij moet wel, want die gaat jou even voorgeleiden. Aan wie? En die gaat je even wat vertellen. Nou, aan wie? Je wordt aan hem voorgeleid. Aan wie? En daarna gaan we even blazen, goed? Nee, ik blaas helemaal niks. Nee, zolang is die pannenkoek... Jullie moeten even gewoon rijke fantasie, toch? Die man, die cameraman, die gaat gewoon mee, weet je. Die is gewoon cameraman. Die is waarschijnlijk als ZZP'er ingehuurd of werkt vast voor het programma. Zou ook kunnen. Ik zou aanraden om zeg maar als ZZP'er te gaan. Verdien je meestal meer mee. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Die man komt daar naartoe en denkt, ja, leuke klus. Hij is maar aan het filmen. Hij is niet degene die de boete geeft, die wezenman aanhoudt of de blaastest laat doen. En al zijn focus is gefocust op de cameraman. Sta je daar, man? Moet je wel heel de pannenkoek genoemd. Ja, zo kan het ook. Staat doe ik helemaal niet. Laat nou. Me gewoon opnieuw staan. Laat jij met je kanaal van maken, dan sla ik je voor je bek. Oh, dit, maat. Bro, ik heb dit nog niet vaak meegemaakt, man. Oh, deze man heeft al van alles gezegd, hè. Niet meewerken van een blaastest. Bedreigen. Dissen. Rijden onder invloed. Totale scheid aan alles hebben. En nu nog eens dreigen ook. Zolang is die pannenkoek daar staat. Die mag nog even de hand wegdoen. Laat jij met je kanaal van maken, dan sla ik je voor je bek. Je bent gewoon een pannenkoek en je slaat gewoon... Luister. Dat gaan we niet doen. Nee, maar hij moet... Hé, heb ik jou ook recht? Ja, je hebt recht. Daarom zeg ik ook, ik heb jou aangehouden. Fuck off.
Luister even naar die meneer. Oh, ik weet niet wat ze... Ik denk dat deze agenten allemaal een hele goede ochtend hebben gehad. Of ze zijn erop getraind om zeg maar met dronken mensen om te gaan. Zou ook kunnen. Maar wat deze man allemaal al heeft gezegd... Dan moet ik toch weer die voorbeeld gooien. Als we dat hier hadden gedaan, het had anders gelopen. Het had anders gelopen. Ik ben daar 100% van overtuigd. Maar goed, meneer... ja, die klaagt over geen recht. Maar hij heeft tot nu toe wel veel recht van spreken. Ik heb jou aangehouden. Yes. Ja? Met jou kan ik het wel hengelen, maar die mensen om me heen niet. Daarom, nee. Oh, die mag ik heb jou aangehouden, dus jouw recht is dat er dan een hulpofficier komt kijken of ik dat goed gedaan heb. Dus denk vandaar die beste man die staat. Ik heb waarschijnlijk veel gedronken, ja. Dat ben ik ook dat bang denk voor. Ik ook. Ja. Nou, we willen weten hoeveel. Ja, kan je het goed blazen. Ik gewoon even mee, want de officier wil dat ook weten. Veel te veel. Heel veel te veel? Veel te veel. Fuck you. En hoe... Deze serie blijft mij verbazen, bro. Hij zei gewoon veel te veel. Fuck you. Die man is die Mikey, bro. Dit wordt sowieso overnachten. Dat kan niet anders. Blijken uit de blaastest. Ik wil meewerken, maar ik wil iemand die bij me is. Oh. Ik heb een pleurzaak van de smeders. Oké, ook reizen. Deze man kan ik mijn lijst inschrijven. Als die man bij me komt en hij zegt... Blazen. Hij heeft persoonlijke voorkeur. Ik denk dat als je niet gedronken hebt, dat je best een aardige fan bent. Dat denk ik dat zo, Pip, ook. Nou. Ja. Zoals je nu gedraagt, ben je niet echt aardig. Dat is voor jou. Zo niet meer. Nou, als dat ding zo klaar is, mag je hierop blazen. Nee, dat doe ik niet. Waarom niet? Omdat ik gewoon weiger. Waarom weiger je? Omdat ik gewoon geen zin heb. Waarom heb je geen zin? Ik zal je uitleggen wat het is. Ik heb te veel gedronken, klaar. Weet ik. En ik blaas niet op dat ding. Maar ik wil... We kunnen wel zeggen wat we willen. Die man is wel recht voor zijn raap. Hij is wel recht voor zijn raap. Soms heb je nog mensen die daar zitten. Die gaan dan doen alsof ze proberen te blazen. En dat lukt dan een soort van niet. En dan proberen ze een beetje de regels te omzeilen. Wow, deze man zegt wel echt alles wat hij denkt. En waar het op staat. Weet hoeveel je te veel gedronken hebt. Is jouw probleem. Nee, is niet mijn probleem. Nee, ik blaas gewoon niet. Hij gaat me echt niet blazen. Je weigert dus te blazen op het apparaat. Fuck off. Stop het ding in je rijden. What the fuck, bro? What the fuck? Oh, het wordt steeds gekker met deze gozer. Oh, man. Oh, besef hoeveel geduld ze hebben. Ik snap er niks meer van. Ik had net een guy die tegen een agent zei van... Yo, weet je, vindt u racistisch? En die agent zei van... Hey, ik ga je meenemen naar bureau, want je beledigt mij. Bro, deze man gaat helemaal over de top. Die andere guy van net is niks vergeleken met wat deze guy allemaal zegt. Ik weiger gewoon. Ja, we gaan je niet opsluiten, maar bij deze is je raad is ingevorderd. Ah, joh, dan ding in beslag. Bij deze, blijf je niks langs zitten, dat ze me ophalen. Oh, ja, buiten ga je wachten. Nee. Ja. Nee. Oké, okay, wacht. Ik snap hier niks meer van. Maar wel die blazen heeft elke vorm van bedreiging gegooid. Elke vorm van belediging. Hoeft vervolgens niet vast te zitten. Oké, okay, dat is de keuze. Vervolgens zeggen ze dan tegen hem, je gaat gewoon lekker naar buiten. Je gaat wachten. En nu weigert hij om naar buiten te gaan. Jongens. Mindblown. Ik snap er helemaal niks meer van. We gaan eruit. Nee. We hebben je met alle liefde hierheen gebracht. Nee. Ik ga hier. Je gaat mij niet voor de deur zitten. Ja, dat gaan we wel. Nee, dat ga je niet. Probeer het maar. Ik schop je gewoon voor je smoel. Echt waar. Ik sla echt voor je smoel. Echt waar, jongen. Kom maar. Bro, dit is next level. Volgens mij hebben we een heel weg misbruikers nog niemand horen zeggen van... Hey, luister dan. Ik schop je voor je smoel. De surveillanten zijn nu wel klaar met deze praatjesmaker en hij wordt buiten op straat gezet. Nou, ze zijn er klaar mee. Blijf je normaal hier buiten staan? Jongen, je hebt vandaag gelegd. Nou, normaal dan. Wow, lijp. Lijp. Normaal gesproken, als jij een agent bedreigt, ga je juist nemen ze je mee naar binnen. Deze man, bedreigt politie, wordt naar buiten gesleept. Dit is een nieuwe wereld. In welke stad woont deze man? Oh. Ik ga daar maar een huis zoeken. Hebben jullie wel ooit besef als je dit gewoon in een andere land tegen de politie zegt? Maat, ze timmeren jou helemaal kapot, hè? Oh. In ieder geval, over timmeren gesproken. We gaan er een eind aan timmeren. Zo kut, zo slecht. Ah. Zo slecht, joh. Ik zit nog in een buik. Maar goed, dat gezegd hebben. De koptelefoon is af. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende. Ik hou van jullie later. Pam, 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 pam